Vandaag is Olly 24 uur de baas. En ik weet niet of dit een goed idee is. En in het begin van de dag, zoals elk normaal mens, ga ik ontbijten. En ik ontbijt om 10 uur 's ochtends. Ja, dat is niet heel normaal. Maar Olly gaat mijn ontbijt bepalen. Wordt het een ongezond ontbijt of een gezond ontbijt? Ik ga de knuffels allebei gooien. Pakt hij de banaan, is het een gezond ontbijt? Pakt hij het zakje chips, is het een ongezond ontbijt? Daar gaan we, 3, 2, 1. Kom, go. Go, go, go. En... hij is voor het zakje chips gegaan. Je weet wat ze zeggen, een hond lijkt op zijn baasje. Ik zou namelijk ook voor die lekkere chippies gaan. Lekkere kaasflippies als ontbijt. Ja, dit is totaal niet raar. Maar hey, Olly is de baas, dus ik ga lekker kaasflippies eten. Oh. Dit is oprecht het eerste wat ik vandaag eet. En ik vind het helemaal niet vervelend. Maar als ik iets ongezonds als ontbijt ga doen, dan mag Olly dat natuurlijk ook. En ik heb hier een donut gemaakt voor honden. En volgens mij vindt Olly dat helemaal geen erg ontbijt. Ja, Olly, wees maar blij dat je voor ongezond hebt gekozen, want anders moest je gewoon normale brokjes eten. Kijk eens aan. Oh, Olly is de baas. Olly is de baas. Pak hem maar. Hij denkt echt, Mick, dit is mensen eten. Dit krijg ik normaal nooit. Wat moet ik hiermee doen? Ja, Olly die eet dus echt nooit mensen eten. Dus hij vindt dit een beetje gek. Nou, hij begint dan toch te snoepen. Of toch niet? Olly eet dat ding gewoon. Oh, hij neemt hem mee. Hij neemt hem mee. Lekker kiek, ja. Lekker, lekker. Ik ga weer lekker chippies eten. Het is onderhand alweer middag. We hebben lekker gegeten. En het is tijd om iets te gaan doen, Olly. We zitten al de hele dag op de bank te chillen. Ik heb hier een camera en een bal. Kies jij de bal, Olly? Dan gaan we buiten spelen. Kies jij de camera? Dan ga ik video's maken boven op mijn kamer. Wel lekker Minecraften en dat soort dingen op Mick 2. Abonneer op dat kanaal. Mick 3 trouwens ook. Elke dag Roblox, elke dag Minecraft. Abonneer op die kanalen. Ga ik video's maken of gaan we buiten spelen, Olly? Ik denk dat jij wil buiten spelen, dus ik zou deze maar kiezen. Olly is de baas. Hij bepaalt niet. Hij heeft overduidelijk voor de camera gekozen. Net als zijn baasje houdt hij van camera's. Hij heeft zelfs de camera naar mij toegebracht. Van, ik wil de camera en ik moet hem waarschijnlijk ook weer opnieuw gooien. Ja, oprecht jongens. Die camera, dat is gewoon Olly's favoriete speeltje. Dus we gaan video's maken. Yeah. En weet je wat we dan gaan doen? In plaats van dat ik nu op mijn kamer ga Minecraften of Robloxen, gaan we gewoon een leuke TikTok maken met Olly. Dat is ook video's maken. En ook een stuk leuker, want dan hoef ik Olly niet alleen te laten. Ik heb Olly zijn TikTok-account erbij gepakt. Volg hem even. Dat zou hij heel leuk vinden. En we gaan dus een schattige TikTok maken van Olly. Alleen op dit moment is het buiten noodweer. Er is letterlijk code oranje. Dus het waait heel hard. Het gaat straks regenen. Dus we moeten snel zijn. En dit liedje heb ik gevonden die ik ga gebruiken voor de schattige TikTok. Hoor maar. Good man, happy, happy guy. Oh, just a happy, happy, happy guy. Ja, superleuk. Dus we gaan nu die TikTok maken. Olly, jij bent de ster van dit verhaal. Het enige wat je moet doen is schattig zijn. Oké, kom maar Olly. In 3. 2, 1. Kom, kom, kom. Ja. Nou, dat is stukje 1. Het volgende shot gaan we doen in zijn huisje. Want hoe schattig is dat? Een hondenhuisje. Olly, ga eens erin. Ga eens erin. En dan... oh. Ik kan dit zo goed, jongens. Ik ben een echte TikToker. Het begint wel een klein beetje hard te waaien. Ik weet niet of het op camera zichtbaar is. Maar het begint hard te waaien, dus we moeten opschieten. Ik ga gewoon deze bal trappen. En dan gaat Olly er waarschijnlijk achteraan rennen. Olly... dat werkte niet. Ik ga hem gewoon filmen. Ja, wil je deze TikTok nou zien? Dan moet je even naar Olly's TikTok toe gaan. Want hij is echt super schattig geworden. Ja, als je hem wilt zien, moet je naar de TikTok toe gaan. Kan je hem gelijk volgen. Olly en ik hebben dorst. En Olly is de baas en hij bepaalt dus letterlijk alles. Zelfs wat we drinken. Namelijk, kiest hij voor dit knuffeltje, dan drinken we gewoon normaal, Olly. Dus kies alsjeblieft deze. Voor Olly is normaal water. En voor mij is normaal water, natuurlijk. Ik drink altijd water. Super gezond. Maar kies Olly dit knuffeltje. Dit is de soort van enge milkshake. Dan krijgt Olly hondenbier. Voor Olly is het eigenlijk helemaal niet zo vervelend als hij die pakt. Want ik denk dat hij dit gewoon lekker vindt. Maar voor mij is het wel vervelend. Want ik ga een vieze smoothie drinken. Waar allemaal random dingen in zitten. Dus Olly, pak alsjeblieft deze, ja? Oké, ik ga ze gooien. En welke Olly als eerste pakt, dat wordt hem. 3, 2, 1... kom aan, Olly. Kom aan. En... oh, een
Ik had zo'n hoop. Ik had zo'n hoop. Het is de vieze shake geworden. En voor Olly de hondenbier. En de vieze shake betekent gewoon letterlijk random dingen. Dus ik trek gewoon mijn koelkast open. En ik doe gewoon zo. En dan pak ik iets eruit. En ik weet niet wat ik heb. Mayonaise. Oké, nou, een beetje mayonaise erin. Godverdamme, ik heb hier nu al geen zin in. Waarom kon Olly gewoon niet die Pepsi pakken? Ja, nu heb je hem wel, hè? Maar die had je als eerst moeten pakken. Niet als tweede. Oké, dan gaan we weer. En ik pak weer iets randoms. Wat is het? Sweet chili saus. Oh, dit wordt zo wel. Oh. Dan gaan we weer. Opnieuw. Zo. Wat heb ik? Ik heb echt geen idee. Wat is dit? Dit is lekker roomboter. Nou, laten we een stukje roomboter afsnijden voor in de lekkere shake. Hoppakee. Zo. Nou is hij ook lekker vettig. En hoe vettiger, hoe prettiger. En laten we dan nog twee random dingen pakken. En cameraman, jij mag kiezen van mij. Je moet ze gewoon aanwijzen. Kies maar. Jij wil de cola. Oké. Nou, dan doen we die eerst erin. En dan mag je nog één random item. Ik doe er nog eens wat cola bij. Lekker, lekker. Nou, wat wil je nog meer dat erin gaat? Nog meer saus. Lekkere whisky cocktail saus. Nou, dan mag er ook nog even bij. Ik heb hier zo geen zin in. Oké, daar gaan we dan. In de shaker. Alleen al het idee moet ik van kokhalsen. Oké, eventjes ruiken. Hè? Gewoon ruiken eerst. Ik heb een hele zwakke maag. Zie je mijn ogen? Ik begin nu al te tranen. Ik heb nog niks gedaan. Laten we het even in een glas doen. Dat is gewoon wat fijner. Een lekkere shaky. Waarom doe ik dit? Ik had ook gewoon brandweerman kunnen worden of zo. Oh, cool. Ik moet weer YouTuber worden. Ik moet weer Olly mijn dag laten bepalen. En nu moet ik dit drinken. Olly, dankjewel. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Ik ga bijna over mijn nek. Ik ga bijna over mijn nek. Eén slokje. Ik vind één slokje genoeg, jongens. Dit doe ik nooit meer. Oké? Oké, Olly, nu is het tijd voor jouw speciale drankje. Namelijk een hondenbiertje. Dit is dus daadwerkelijk hondenbier. En kan dus ook gedronken worden door honden. Dus dit is oprecht voor Olly bedoeld. Dus daar gaan we dan. Hoppakee. Even ruiken. Oké, deze ruikt nog ranziger dan wat ik moest drinken. Maar ja, honden vinden echt letterlijk alles lekker. Dus hier, kijk eens aan, Olly. Een lekker hondenbiertje. Ja, hier. Hopsakee. Hier, Olly. Geniet van je eerste hondenbiertje. Oké, ik had niet verwacht dat hij gewoon gelijk ging drinken en zo. Want Olly houdt vaak niet van vreemde dingen die hij niet kent. En dit vindt hij dus gewoon dikke prima. Volgens mij is deze hondenbier gewoon een soort van kipbouillon gemaakt voor honden. Want het is chicken smaak. En Olly, ben je er al klaar mee? Ja? Oké. Ja, ik laat hem hier gewoon staan. Olly mag hem lekker gaan opdrinken. En dan ga ik even herstellen nog van die shake. Want ik ben nog steeds misselijk. Echt. Het is tijd voor avondeten. En ga ik gezond avondeten of ga ik lekker pizza eten? Dit is letterlijk een salade en daar heb ik geen zin in. Dus beter pakt Olly de pizza. Oké, Olly. Salade, pizza. Salade, pizza. 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 Je snapt al waar ik de voorkeur aan heb. En Olly, voor jou betekent dit, als je deze pakt, saaie brokjes, iets heel speciaals. Dus Olly, pak de pizza. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Olly, pak de pizza. Pak de pizza. Pak de pizza. Ja, ja, ja. Ja, hij pakte de pizza als eerst. Ik tel deze als pizza. En ik heb ook iets heel leuks voor Olly. Ik heb hier een kipburger speciaal voor honden. Oké, laten we hem openen. En ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Wat? Het lijkt echt op een hamburger. Dit is toch niet normaal? Dit lijkt gewoon op een kipburger. Of eigenlijk gewoon een hamburger van de McDonald's. Nou, Olly, alsjeblieft. Geniet van je hamburger, hoor. Ja, Olly, doe maar lekker eten. Dit is jouw hamburger. Hier, pak hem maar. Pak hem maar. Alsjeblieft. En ga er maar vandoor, ja. Olly denkt oprecht, wat is dit? Normaal krijg ik gewoon brokjes. Dit is niet mijn normale eten. Hij denkt, wat moet ik hier nou mee? Wat moet je nou met die hamburger, hè? Je moet hem opeten. Olly krijgt de hamburger en ik krijg pizza. Dus deze pizza gooi ik gelijk in de oven. Let's go. Ik heb er zin in. En de pizza is klaar. En kijk hoe lekker die eruit ziet. Oi, 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 oi. Wat ben ik blij dat Olly voor de pizza heeft gekozen. Ik heb Olly echt totaal niet beïnvloed, hoor. Nee. Pizza, pizza. Pizza. Nou, ik ga zeker lekker genieten van deze pizza. Ondertussen, zoals je ziet, is Olly lekker aan het genieten van zijn hamburger. Dus ik denk dat Olly de juiste keuze heeft gemaakt. Al heb ik hem misschien toch wel een beetje beïnvloed. Een klein beetje. Nou, Olly, volgens mij heb je wel de goede keuze gemaakt, hoor. Oh. Deze pizza is ook echt heel lekker. Hoe smaakt die hamburger, Olly? Is die hamburger ook een beetje lekker? Nou,
Nou, oké dan. Nou, die pizza is ook heel lekker. Maar de dag is nog niet voorbij, want na deze lekkere pizza en die hamburger van Olly gaan we nog even lekker chillen in de avond. En wat we gaan doen, dat bepaalt natuurlijk Olly. Wat hebben we toch lekker gegeten. Maar het is tijd om iets leuks te gaan doen. En dit zijn oprecht twee hele leuke dingen. We hebben hier een gameconsole, dus als hij deze kiest, dan gaan we lekker gamen. En we hebben deze Olly in een kerstpakje. Ja, dan ben jij Olly met een kerstpak aan. En als Olly die kiest, dan gaan we de kerstboom opzetten. Het is nog geen december, maar hey, als Olly het wil, Olly is de baas. Dus dan gaan we naar Olly. Gamen, kerstboom. Gamen, kerstboom. 3, 2, 1. Ga maar. Oké, het is wel heel duidelijk. Het is heel duidelijk. We gaan de kerstboom opzetten. En de kerstboom komt hier te staan. En ik zal jullie de moeite besparen. Ik knip in mijn vingers en dan is hij er. En boom, er staat een kerstboom. Ja, dat hebben we snel gedaan, hè, Olly. Olly, jij hebt dit gekozen. Jij wou een kerstboom en we hebben nu een kerstboom. Maar Olly, het is tijd voor het volgende wat jij mag bepalen. Het ziet er niet uit alsof Olly er echt zin in heeft. Het is namelijk tijd voor een lekker toetje. Dat vind ik tenminste. Maar Olly, jij mag kiezen welk toetje. Wordt het de chocomelk of wordt het het ijsje? Kijk, de chocomelk past wel bij de kerstboom, als ik heel eerlijk ben. Maar een ijsje vind ik ook niet erg. Dus Olly, je kan geen verkeerde keuze maken. Pak hem maar. Kom maar. En welke gaat hij pakken? Het is... Oh, het is overduidelijk de chocomelk geworden. Dus ik ga een lekkere chocomelk maken. Oké, laat ik de chocomelk gaan pakken. En een chocomelk moet natuurlijk wel warm zijn. Want ja, het is bijna december. De kerstboom staat. Nu ga ik ook warme chocomelk drinken. En niet koude chocomelk. Dus we pakken de chocomelk. We pakken een... klein pannetje erbij. En we gaan deze chocomelk even lekker opwarmen. Zo, de dop eraf. En hoeveel chocomelk? Zeg maar stop. Oh, wacht, ik hoor jullie niet. Oké, ik zeg zelf wel stop. Stop! Zo, hopsakee. En als ik een lekkere chocomelk ga drinken, oftewel een lekker toetje krijg. Ja, kijk Olly nou. Dan wil hij ook een lekker koekje, hè? Nou, we gaan ook voor Olly een lekker koekje pakken. Kijk eens hier aan. Olly wordt volgens mij echt verwend vandaag. Hij heeft al een brownie op, hij heeft een hamburger op, hij heeft... ook nog gewoon allemaal andere dingen gekregen waarschijnlijk. En nu krijgt hij ook nog even een koekje erbij. Ja, die is weg. Oké, mijn chocomel begint al heel snel warm te worden. Ik zie hem al roken. Dus ik ga deze even snel opwarmen. En dan zie ik jullie zo als ik hem klaar heb. Nou jongens, ik heb mijn chocomelk in zelfs mijn kerstmok. Ik denk dat ik helemaal klaar ben voor de kerstmis. Nog even een lekker slokje. Hij is wel heet. Dus... ik moet niet mijn tong verbranden natuurlijk. Na deze chocomel ga ik naar bed. Dus dat betekent dat dan ook de 24 uur voorbij is. En Olly, dat betekent dat jij dan niet meer de baas bent. Ja, wat vind je daarvan? Ja, dat weet ik ook dat je dat vindt. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil je nou nog een video zien? Dan moet je even hier klikken. Klik op deze video als je nog een leuke video van mij wilt zien. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.